Te weinig jongeren kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Ouders zien hun kinderen ten onrechte liever op de HAVO of het VWO. Dat zegt minister Van Bijsterveld van Onderwijs. Ze gaf in Den Bosch het startsein voor het nieuwe schooljaar in aanwezigheid van 600 leraren van het Koning Willem I College. Oké, nou we gaan het doen. Doe eens, zet er wel niet aan. Met z'n allen. Voor een mooi onderwijs. 10. Oh. Met een iets te snelle druk op de knop zet de minister Van Bijsterveld de leraren en leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland symbolisch aan het werk. Met zang, dans en toespraken werd stilgestaan bij de start van het nieuwe schooljaar. Minister Van Bijsterveld vindt dat het belang van het beroepsonderwijs vaak niet wordt gezien. Goede vakmensen vormen echt de basis van onze economie. En daarom vind ik dat we het beroepsonderwijs even gelijkwaardig moeten waarderen dan andere onderwijssoorten. Maar dat gebeurt niet, hè? Ouders zeggen ik wil graag dat mijn kind naar de HAVO of het VWO gaat in plaats van naar het MBO. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ouders goed informeren hoe het zit met dat beroepsonderwijs. Wat het allemaal levert aan prachtige opleidingen, maar ook wat het aan kansen voor de toekomst voor kinderen betekent. De minister wil wel dat het MBO weer wat schoolser les gaat geven.